10 jaar geleden begon een programma genaamd Telekids. Niemand had kunnen denken dat dit programma zo pittig zou worden. Veel geïmiteerd, nooit geëvenaard. Weet jij de antwoorden op vragen over 10 jaar Telekids? Dan ben jij een superfan. Dag na Koningendag. We hebben uit het gele team Rick en Loes gehaald. Daar zijn de gladiatoren. Dag Rick. Dag Loes. Heel veel succes. Rick deed al mee met, de liefdestuin, hè? Ja. Deed hij al mee. Maar nu doet hij mee als superfan. En zo ook Benjamin en Nathalie. Nog één keer een staande ovatie voor rood en voor geel. Bij de knop. We hebben al 3 cd's gemaakt. Een leuke pittige zit. Oh. Waar? Ja, maar dat wou ik niet vragen. Dus ik geef u nog 1 mogelijkheid om even in de resetten nog niet zo snel drukken, jongens. We hebben 3 cd's gemaakt. Een leuke cd, een pittige cd. Maar hebben wij ooit een liedje gezongen over de koningin? Dat is de vraag. Ja. Nee. Nooit een liedje gezongen over de koningin. Er gaat een punt naar het gele team. We gaan naar een fragment. We gaan naar Long Time, Long Time Ago. Oké. Okay. Dag. Daar gaat-ie. Wacht, ik vergeet een spelregel. 1 hand op de rug, graag. 1 hand op de rug. Dat maakt niet uit. 1 hand op de rug. En je moet Alex niet meteen vals spelen, dat is niet leuk voor de medespelers. Oké, okay, gaat hij? Klaar, hè? Voor je, de start. Pas op mijn fluitje, valse start terug, ja. Dan gaat hij. En hollen. Oh, schat. Oh, schat. Oh, schat. Oh, gatsie, tarry. Oh, schat. Dat was ook een Van Vaarsen. Dat was Koninginnedag 1994 en wij speelden Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander. Dat was geweldig. Je deed het best leuk ook trouwens met het eierlopen. Alleen je struikelde over een steen. Zag je het gebeuren? Nee, mijn schoen was... Er stond zo'n stoeptegeltje. Nee, mijn schoen was stuk. Nee, het was een stoeptegel. Ah, nee, mijn schoen. Wie heeft er gelijk? Carlo of Irene? Irene. Nee, Irene heeft niet gelijk. Kijk maar naar het volgende fragment. Ja, jij lijkt me schoon te maken. Schat, wat is er dan gebeurd? Een stukje van je schoen af, schat. Jazeker, eens even kijken hoe de stand is. Het staat 2-1. Volgende vraag. Toen wij in 19 op rood heeft gedrukt, Irene, voor de aanbieding. Wat gaan we doen? Houden of weggeven? Houden. Houden, ze houden de aanbieding. 2 punten erbij, maar wel bij de tegenstander. Het staat 3-2 voor het gele team. Gaan we terug naar Long Time, Long Time Ago. Leve koningin. Bezet. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Etalages worden ook helemaal aangepast aan Koninginnedag, want hier hebben ze allemaal oranje spul in die mooie karafjes gedaan. Even vragen wat het is, hoor. Ja, wat was dat nou? Ik zeg dat het oranje spul het oranje bittertje is. Dat is oranje bitter, is een drankje met Koninginnedag. Oranje bitter. Het was gewoon water met kleurstof. Nee, het was Wie heeft er gelijk, Carlo of Irene? Carlo? Ik heb inderdaad gelijk. Het was gewoon water met kleurstof. Ja. En we hebben het bewijs. Kijk, je moet eens goed kijken. Wat heeft u voor oranje spul in de etalage? Water. Gewoon water? Met wat erin dan? Met zijn kleurstof. Is niet te drinken? Nee. Niet te drinken. Oh, dan gaan we door. Dag. Dag. Pittig brilletje hierheen. In 1985 was het jaar van de aanbieding. De aanbieding. Houden of weggeven. Houden. Houden wordt er gezegd, Irene. Ze gaan hem ook houden. Ze staat 5-2 voor het gele team. Ja, wat kijk je bedenkelijk? Ik zit even te kijken waar...
Oh, dat is het verrassingspakket. Het verrassingspakket! Nee. Naar de tegenstander. Wat verrassingspakket, wat verrassingspakket. Jongens, wat een praat. Ik zei het wat bedroefd, omdat het natuurlijk niet... Jullie hadden gedrukt, maar het is dus niet voor jullie. Het gaat naar Rood. Dus Rood is enorm blij met alles, ja. Goed jongens, hand bij die knop. We gaan naar een problemenfeest kijken. Een problemenfeest uit 1997. Hallo, van tussen Hans en Mireille te koop. Hans en Mireille vonden ze koffietijd te koop. Dan kunnen ze niet kwijt. We hoeven geen... Jongens? 5 gulden. Nee, 1 gulden. Kwartje, nummertje. Je mag ze hebben. Maar dat is... Het werkt natuurlijk niet. Zo. Het werkt. Dat was het problemenfeest en het probleem was, ja, Koninginnedag heb je altijd een dagje vrij. En op vrije dagen dan verveel je wel eens. Hoe voorkom je nou dat je je verveelt op Koninginnedag? Dat was het probleem. Nee, het probleem was hoe je geld kan verdienen met Koninginnedag. Hoe kan je geld verdienen met Koninginnedag? Hoe voorkom je je dat je verveelt? Irene? Irene heeft inderdaad gelijk. Ja, eerst had ik gelijk, heb, ja. We gaan kijken. Ik weet het niet meer. Je bent wakker, je denkt, wat zal ik eens doen? Hippiepiepiepiepoera, je verveelt je. Nou, daar heb ik de volgende oplossing op gevonden. Verglijn al je zorgen. Natuurlijk. Dankjewel, iedereen. Dankjewel. Etiria is hier geweest. Ze heeft vorig jaar een geweldige prestatie neergezet bij het Eurovisie Songfestival. En ze was hier ook bij Pittige Tijden. Deze leuke rolletje samen met Meta. Kijk. Zeg maar dit gekocht? Oh nee, wacht even, schatje. Ik vind je hartstikke leuk, maar dat beeldje zag ik eerder. Dat beeldje vond ik leuk. En die andere vond ik ook leuk. Met het liedje van John Uwank. Dat vond ik veel leuker. De hele van de aarde. Daar was ik. Meta? Moet u huilen? Oh, dat is verschrikkelijk. U hoeft toch niet te huilen? Gaat het weer? Ja. Ach, wat een toekje. Ja, wat een toestand was dat nou. Het ging om een beeldje. Etsile ging een beeldje kopen, maar dat beeldje was eigenlijk oorspronkelijk van Arnie. Nee, het beeldje was van Rick. Nee, van Arnie. Ik ben nog heel goed. Nee, van Arnie. Carlo? Ja, het was inderdaad van Rick, inderdaad. Het staat 9 tegen 2. Het gaat niet goed met het rode team. En hier is het bewijs dat het beeldje inderdaad van Rick is. Jessica! Oh. Waar is mijn beeldje? Je wilt toch niet zeggen dat je mijn beeldje verkocht hebt? Ja, ooit hadden wij de lookalike van prins Willem-Alexander. Maar geel heeft gedrukt voor de aanbieding. En of rood heeft gedrukt. Jongens, jullie staan 6 punten achter. Nee, 7 punten achter. Houden. Ze houden hem. Superkeeper, we gaan naar buiten! Ja, buitenspeler bij Superkeeper. Binnen die 60 seconden moet je 30 ballen tegenhouden. En je hebt de punten echt nodig, want anders gaat Geel gewoon naar huis met de bioscoop en met alle leuke andere prijzen die zijn te winnen hier bij Superfan. Ga je gang, Rood! Duiken jongens, duiken hoor, want het gaat niet goed zo. Ja, die schopte ik er zelf in. Die mag eraf geteld worden. Mag één bal eraf geteld worden. Ik denk, zal het me lukken, dacht ik nog. De ballen vliegen om je oren hier. 32 seconden. Nog op de klok. 30 seconden nog. En het gaat niet goed. Ze moeten veel meer ballen tegenhouden. Ach, dat gaat toch wel... Ja, goed zo. Heel mooi. En het zonnetje schijnt hier. Het is een mooie dag. Kom op, jongens. Jullie kunnen veel beter. Er zitten 18 ballen in. 18 ballen zitten erin. En ik denk dat het gaan redden ook nog. Nog 10 seconden. 9, 8. Kom op, duiken. Ja, yes, mooi. Goed gestopt. Goed gestopt. Weer goed gestopt. Prima, jongens. En stop maar. En ze hebben het gered. 23 ballen erin. Kom maar eens even bij me staan. De punten had je hard nodig. En Irene, jij staat waarschijnlijk daar naast een iets teleurgesteld geel team. Gefeliciteerd hoor, Nathalie. Kom maar naar binnen.
Nou, ze zijn niet teleurgesteld, hè? Want jullie vinden het nu eigenlijk wel heel spannend. Want de stand is nu 9-5. Dat betekent dat ze ietsje zijn ingelopen weer. 9 uiteraard voor geel, 5 voor rood. Dus rood moet er nog wel even aan trekken. Er staat, is nog 4 punten verschil. Dus zet hem op rood. Dit is vast het begin. We hadden de lookalike van Willem-Alexander in Telekid gehad. Hoeveel broers heeft de echte Alex? Zeg je? 3. Nee, 2 broers. Prins Friso en prins Constantijn. Dan gaan we even naar een smakelijk, ik kan wel zeggen een heerlijk fragment. Dag allemaal, dag lieve mensen. Op de markt struikelt bijna over een winterpeentje. Maar dat vindt ze niet erg, want het heeft de oranje kleur en daar is ze dol op. En dan loopt ze gewoon gezellig daar zo overheen en dan gaat ze boodschappen halen. Oh, dat vindt ze wel wat zonder, dan neemt ze dat mee. Neemt ze dat mee, zo. Ja, kijk. En dan gaat ze een paar snoepjes kopen. Gezellig. Is het Wilhelmus zo kort? Ja, het Wilhelmus was zo kort. Nou, het was een boeiend verhaal over koningin Beatrix. Wij vertellen het leuke verhaaltjes. Maar in dit verhaal kwam Willem-Alexander ook nog langs en hij kwam per vliegtuig. Hij kwam per auto. Carlo? Ik heb gelijk. Irene heeft gelijk. Ik heb gelijk. Willem-Alexander kwam bij dit ontbijt per vliegtuig. En Willem-Alexander die komt daar zo... Nou, ik ga lekker naar mijn mama toe, hoor. Hij heeft natuurlijk een beetje te diep in het glaasje gekeken. Te veel gedronken. Maar dat komt omdat het feest is. En dan gaat hij zo... He, dan gaat hij zo... zie hem gaan, zo helemaal... Kom je in, zit je echt in een speelfilm, kun je het niet zien, hoor. Zo mooi, hoe kennen het draait zo. Prachtig, prachtig. En dan komt hij bijna... Want hij wil landen. Komt hij bijna op het hoedje van de koning terecht. Kijk maar. Bijna, bijna zo... Maar niet. Want hij vliegt me vet. En hup, zo! Zo, toch wel een klein beetje een botsing. Maar dan zegt hij, hallo mama, hoe is het ermee? Ja, ik heb ook wel eens minder periode gehad in het programma, dat is duidelijk. Irene, je komt binnen met een schilderij. En je hebt er een vraag over... Ik hoor een aanbieding. Oh, ik dacht dat je met een schilderij zou komen. Wat doen we? Weggeven. Ze geven hem weg, de aanbieding. Ze geven hem weg. Dat hebben ze goed gedaan, dat is 2 punten. 2 punten eraf! Dat is 7-8. Eens even kijken waar ik nu ben. Ik zie niet waar ik ben, zeg. Ach, daar ben je. Zie je wel, toch? Ik heb hier een kroon. Ik moet even zoeken, hoor. Dit is een schilderijtje, hè? En het is gemaakt door Monique van de Ven. En ze tekende, zeg maar, de kroon van een koningin in een schaakspel. Nee. Dat is niet de koningin van een schaakspel. Dat is de kroon van Beatrix, die ze hier heeft. Wie heeft er gelijk? Irene. Irene heeft inderdaad gelijk. Ja, het was naar aanleiding van Lang leven de koningin, waarin Monique van de Ven speelde. En dit is het bewijs. Ja, absoluut. Het is geweldig, is het? Het is een kroon? Ja, een kroon. Van de film, hè? Van de koning. Oh. Zag je er ook zo uit in de film? Nou, zo ongeveer wel, ja. Het was een hele leuke film met Monique van de Ven, die nu ook in Spangen speelt samen met Linda de Mol. We gaan naar een fragment kijken en je denkt van, is dat Willem-Alexander? Nee, het is niet Willem-Alexander, maar wel iemand die er vreselijk veel op lijkt. Is het prins Willem-Alexander? Wel. Willem-Alexander was in de studio, althans de lookalike. Maar hij moest even een cadeautje voor zijn moeder gaan halen. Want ja, dat was hij vergeten. En hij ging een bosje bloemen kopen. Nee, hij haalde een doosje bonbons. Nee, een bosje bloemen. Doosje bonbons of een doosje bloemen, jongens? Bosje... Irene. Nee, hij ging een bonbonsdoosje halen. Kijk maar. Hij kwam er met zijn Willem-Alexander. Ja, hij mag niet in. Hij mag niet gaan zitten zolang het Wilhelmus klinkt. Is dat voor uw moeder?
Wat ziet het er mooi uit. Hij heeft een cadeautje voor zijn moeder gekocht, jongens, want die is jarig. Tenminste, ze viert het. Nou, ik vind blij dat ze nu weer bent. Geef hem even koffie. Wilt u koffie? Ja, we gaan even. Ja, dat was een lekker fragment met een leuke Willem-Alexander lookalike nogmaals. Oké, Koninginnedag is op 30 april. Ach, ik zie daar dat er gedrukt is. Voor de aanbidding, de stand is 9 tegen 10. Jongens, je hebt het nog in eigen hand. Wat ga je doen? Ze houden de aanbieding. Ik heb hier twee kookwekkers en die zijn van Danny en van Esther. Alsjeblieft, twee verschillende. Maar waar het om gaat is natuurlijk om de Super Survival baan. Als ik me niet vergis zit hierin. Inderdaad, het gaat om 3 punten. De stand is 9 tegen 10. Dus de winnaar is de winnaar van de Super Survival. De winnaar van Super Survival wint ook hier, Superfan. We going! That way! Het is het laatste moment hier in deze Desseling aflevering van Telekids. We willen Danny Rook bedanken, we willen Esther bedanken en vooral het mooie weer bedanken. Maar vooral deze prachtige gladiatoren van Superfan. Jongens, ik sta naast jullie. Ik wens jullie heel veel succes. En ik wil nog één ding tegen jullie zeggen. Geniet ervan, want dit is jullie moment. Als je een jaar of 30 bent, dan denk je hier nog eens aan terug. Je kan het nooit meer overdoen. Go! Rennen jongens, kom harder alsjeblieft. Harder, de winnaar van dit spel is de winnaar van Superfan. En Rood gaat op kop hier. Rood gaat hier voor, maar er is nog maar één iemand. Dus ze moeten met z'n tweeën gaan bellen, want anders is het niet goed. Met z'n tweeën moeten ze natuurlijk doorheen. Dit is Superfan. Oh, wat is het spannend. Wie komt er eerder doorheen, Rood of Geel? Het is er nu op of de rand. Rood komt eerder. Rood komt eerder. Gaat Rood hier Superfan winnen? Ja, de winnaar. En draai je om naar de camera en laat zien hoe blij je bent. Nog één keer een groot applaus. We gaan naar binnen, Irene. Wat zeg jij van deze Dashling show? Ja, het was inderdaad Dashling. Mega pech voor Geel. Want Geel heeft het niet gered. De stand is nu, voordat we de Super Survival speelden, was het 19 het voordeel van Geel. Maar bij de Super Survival baan gaat het om 3 punten. Vandaar dat het nu 12 is voor Rood, 10 voor Geel. Rood is de winnaar! Ik heb hier medailles, Natalia. En ik heb hier nog een medaille voor Benjamin. Nog één keer, groot applaus. Rood!